De onderzoeksraad van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft gisteren een research- en informatiedag gehouden met als thema de ruimtelijke ontwikkeling van Suriname. Naast de presentaties was er ook een expositie van wetenschappelijke posters. Wetenschappers en studenten hebben de gelegenheid gehad om maximaal 2 posters die zij in het afgelopen jaar hebben gemaakt tentoon te stellen. Marciano Dassai, student op de faculteit Technologische Wetenschappen, die het project Plan for Cure presenteerde, legde de focus op de plantage Marienburg. Marienburg was een welvarend gebied. Iedereen was trots op Marienburg. Marienburg was de trots. Plek met eerste spoorbaan, elektriciteit als eerste gebied in Suriname, watertoren. Iedereen wilde wonen in Marienburg. Iedereen was trots op Marienburg. Hun infrastructuur was geweldig. Ze hadden nog in die tijd goede woonhuizen, barakken, goede ontwateringssystemen. Ze hadden een eigen slagerij, ze hadden een eigen cinema, ze hadden een ziekenhuis. Alles was te vinden in Marienburg. Maar net als in andere gebieden waar buitenlandse maatschappijen na jaren bezig zijn geweest het gebied te exploiteren en daarna stoppen, heeft Marienburg een heel snelle achteruitgang meegemaakt in de afgelopen 30 jaren. Het bedrijf draait jammer genoeg al 30 jaar niet. 90% van al het staal is verkocht door de voormalige beheerders. Er zijn tal van plannen gemaakt, masterplannen, door verschillende politieke partijen, overheden, particulieren, etc. En geen enkel van die plannen zijn uitgewerkt tot op de dag van vandaag. Dassai, die terugging in de geschiedenis van de opbouw van Marienburg, zegt dat het een kwalijke zaak is dat een plantage die zo in bloei was, bijna niet meer ter sprake wordt gebracht. Hij vertelde wat zijn project heeft gerealiseerd. Een heel recent project waaraan wij van Plan for Cure hebben kunnen meewerken, is dit hier. Hij heeft ervoor gezorgd dat er toch op een of andere manier economische activiteiten zich konden plaatsvinden in Marienburg vanwege het initiëren van een farmers market, een boerenmarket. Hier kunnen de lokale mensen, niet alleen de mensen van Marienburg, maar ook de mensen van omstreken, van Lust en Rust, etcetera, kunnen hier komen op de zondag om hun waar te verkopen. Het is niet alleen voor de lokale mensen, maar ook voornamelijk trekt het mensen aan van de stad die helemaal naar Marienburg komen om hun inkopen te doen en te wandelen en te genieten van Marienburg. En vanwege dit initiatief, de impact is dat je dus een heleboel mensen hebt die op kleine schaal planten, zodat ze kunnen verkopen en geld kunnen verdienen. Dat is Marciano Dassai, student aan de faculteit Technologische Wetenschappen met als studierichting Infrastructuur. Hij heeft gistermiddag een presentatie gehouden met als titel Plan for Cure Project, waarbij hij de focus legde op de plantage Marienburg.